hallo allemaal. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Leven op Wielen. En deze keer ben ik in Urk. En ik ga vandaag met deze schitterende DAF 3600 op pad. Dus ik ben heel benieuwd vandaag. Ik ga vandaag mee met Willem Brands met deze schitterende auto van Sikkema. Wij gaan vandaag vanaf Urk vertrekken. Gaan wij naar Winkel, naar het Spaanse museum. Naar meneer Arie Spaanse. Daar krijgen wij een rondleiding in zijn werkplaats en dergelijke. En dan gaat hij van alles laten zien. Maar het is natuurlijk prachtig om met deze oude DAF te gaan. Deze oude DAF vind ik een van de mooiste van Nederland. Er zijn er natuurlijk niet zo heel veel van. Deze auto is uniek. En, ja, en ik mag ook zelf rijden. Dus dat is helemaal top. Deze auto is echt helemaal van top tot teen gerestaureerd en de trailer is uit 1986 en de DAF ook. Dus alles klopt aan dit hele spul. Oprecht alles. Er zit niks moderns op. Alles is uit die tijd. Dat is gewoon uniek. En dan heb ik nog iets, dat vind ik ook heel leuk om te laten zien. Dit is de koelmotor. Die is eruit. En er zit de airco in voor in de camper aan de binnenkant. Ja, dat is toch te gek. Als je onderin kijkt, dan zie je de airco's ergens, hè? Oh ja, ik zie hem zitten, wacht. Jongens, ik hoop dat je het ziet. Daar zit de airco. Ik loop nou even in de trailer, jongens. Dit is een complete camper. Hier sta ik in de keuken. Zithoek. En dan hier achter is de slaapkamer. Mooi, hè? Echt mooi. Dit is Willem. En ja, Willem, hoe kom je aan die auto? Ik weet het verhaal, maar ik vind het een leuk, heel mooi verhaal. Het gaat over je dromen naleven, laat ik het zo zeggen. Ja, nou, ik ben in 87 bij Sikkema begonnen en die had zo'n auto. En ik wilde graag zo'n auto, maar door het type 2800, die F42 cabine, ja, is mijn liefde voor DAF begonnen. En bij Sikkema reed er één zo'n auto, zo'n 3600 Spacecab. En die chauffeur wilde niet rijden. Op een gegeven moment kreeg ik een nieuwe DAF 95, een van de eerste op de Spacecab. Ja. En we moesten samen een keer naar Zuid-Italië, moesten we ergens in Cosenza in de binnenlanden lossen. En dan ben je 4 dagen rijden, samen rijden, dat je samen optrekt, samen koffie drinken, noem het maar op. Iedere pauze, Dirk heette die man, Dirk, wil jij niet met mij ruilen? Hij wilde niet ruilen. Op een gegeven moment waren we leeg en toen had ik toch het idee, zo gauw ik mijn eigen kans krijg, dan koop ik mijn eigen 3600 Spacecab. Ja. Het heeft 30 jaar geduurd en nou ja, zie hier mijn droom. En ik leef mijn droom met deze auto samen met jou. Ja, ik vind het echt prachtig. Ik vind het zo'n mooi verhaal, met andere woorden. Dus gewoon als je een droom hebt, het is altijd mogelijk. Blijf erin geloven. Juist. Kijk, de brug staat open, hè? Dus dan kan ik mooi even filmen hier op de brug. Ik zit er nu nog even naast, hè? Zo meteen rij ik ook zelf. Nou, we zijn even op een parkeerplaats gestopt.
in het pittoreske Lelystad. En vanaf hier ga ik rijden en we zijn onderweg naar Winkel. En wat we in Winkel gaan doen, dat vertel ik zo meteen. Ik ga eerst even kijken, ja, ik heb wel eens een keer met zo'n type auto gereden, maar natuurlijk nog niet zo heel veel. Dus het zal even wennen worden, maar dat geeft niet. Ik ben heel benieuwd, ik heb er heel veel zin in. Zo zat je vroeger naar stoplicht te kijken, want anders dan kijk je tegen de kast, anders ziet het stoplicht niet. Nou, wat dat betreft, en als je dus kijkt naar een 30 jaar verschil van toen en wat je nu hebt, ja, is er voor de chauffeur natuurlijk verschrikkelijk veel veranderd. Ook in het voordeel, niet alleen maar in het nadeel. Nee, dat klopt. We zijn dus aangekomen in Winkel en daar zit de firma Spaanse. En de firma Spaanse heeft heel veel oldtimers staan. Dus daar gaan we eens even kijken. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er al verschillende dingen over gehoord. En ja, ik ben zeer verheugd. Een hengsel van 19470. Een hengsel in het met een hengsel in de motor. Ik val hier echt van verbazing in verbazing, jongens. Wat hier staat is echt niet normaal. Het is echt bizar. Prachtig dit. Schitterend. Echt. Hier. Een oude kikkerdaf. Oude kromhout. Hensel, nou, een MN stond daar, oude commander, een Mercedes SK, dit is echt niet normaal. Ah, dit is echt leuk. Ik weet gewoon even niet waar ik moet beginnen, jongens, om dit allemaal aan jullie te laten zien. Ik loop dus in de kantine, en als je, tenminste de kantine van de werkplaats, maar als je al kijkt wat hier allemaal aan historie gewoon hangt, aan foto's op de wand, aan verzameldingen. Ik vind dit zo mooi, gewoon de passie hier voor het oude. Het restaureren, de oude dingen allemaal. Echt mooi. Ik ben dus even boven op zolder hier. En serieus, er staan hier dus 25.000 vrachtwagenfolders. Niet normaal. Ongekend. Dit is prachtig. Dit is echt fantastisch.
Jullie krijgen straks nog veel meer te zien, maar dit is echt fantastisch. Hier. Volvo, vreemde merken, Duitse trucks, Pegaso, DAF, alleen maar DAF, Variomatic, ongekend, Leiland, niet normaal, echt, niet normaal, hier hou ik van jongens, echt. Maar hier staat dus echt een bult transporthistorie. Dat is niet te geloven. Ongekend. Dat is echt ongekend dit. Ik ga eens even wat pakken. Echt. Dit is ongekend. Nou, ik weet niet eens hoeveel nummer het is. Nee. Documentatie. Echt. Wat hebben we allemaal? Hier, de DAF. Peter en Johan. Niet te gewoon, een miljard euro waard. Ja, kijk, ik de mijne is voor mocht. Wat hebben we hier? Ja. De DAF, Variomatic. Alaska. Alleen maar. Frankrijk. Zweden. En technische specificaties. Ja. Noem maar op. Alles. Dit hoort toch. Dit is, ik ben echt flabbergasted, dat is echt niet normaal dit. Ja. Wat hebben we nog meer? Ja. Maar kijk, die mannen die hadden natuurlijk. Hier. Hele map. Van de Volvo. Hele map vol. Ongekend. Fantastisch. Het is een Mercedes SK, jongens. Deze auto is nog als nieuw. Hier, de bekleding is gewoon nieuw. Meneer Spaans zat net te vertellen dat de folie zat nog om de stoelen. Dus hier is gewoon, alles is gewoon nog nieuw. De matten zijn nog nieuw, alles. Prachtig. Kijk, ik stap nu even een Hensel uit 1964, dat mensen hier heel Europa mee doorgingen. Maar dit is wel echt prachtig. Ik vind het wel kijk eens mooie bedden. Ik vind wel comfortabele stoelen trouwens ook wel. En mooie dikke bedden, serieus. Lijkt geen, wel, geen motorkap. Het lijkt wel een DAF bed van... Dat hadden ze hier met een Hensel, hadden ze dat voor 1964 al. En remote tunnel. Hier heb je nog aardig veel ruimte in hoor. Moeten jullie nagaan jongens, dat je gewoon hier al heel Europa mee doorging. Maar ik moet eerlijk zeggen, de DAF waar we nu mee zijn, dat is comfortabel. Maar dan ben je natuurlijk wel 20 jaar verder. Maar eigenlijk, dit voor 1964 vind ik die Hensel eigenlijk best wel een serieuze auto al. Echt prachtig. Ik zit nu in een MAN. En dit was in de jaren 90 ook wel, ja, een van de auto's, een F2000 Commander. Die was toen ook al heel groot. Ja, er staat geen stroom op, dus ik, er kan geen verlichting aan, maar ik ga het jullie proberen te laten zien. Nog helemaal met dat Grandessa blauw erin. Ah ja, kijk. Deze gordijnen. Dat was in de jaren 90 en begin 2000 was dat helemaal het ding, hè. Mooie trossies erin.
Kijk, deze auto, die hebben ze uit de struiken gehaald en die staat hier ook gewoon. Maar daar staat die achter in de trailer. Oh, daar staat die achterop. Ik ga kijken. Dan neem ik zo meteen neem ik dat. Oh, we hebben hier nog een ding. Ja, dat. Gemoderniseerd het zeven strekken. Dit is oude Leiland. 1953, nee hoor. Oude Leiland. Oh, die deur blijft open. Ja, okay. Die deur blijft open staan. Wacht, moet ik even de deur open doen? Oké. Okay. Ik heb nog een deur open. Ja, dan even. Doosje. Maar hij zal wel helemaal. Hier staan hier alleen motoren. Hij doet het gewoon. Goed. Meneer Spaanse vertelt heel graag en heel veel en dat, ik vind dat fantastisch. Maar hij zit ook te vertellen, dit is natuurlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby. De psycholoog heeft vroeger ooit gezegd tegen meneer Spaanse, u moet een hobby zoeken. Nou, daar is dit het resultaat van en dat is, ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. Maar dat geeft niet. Het museum. Hier ben ik met onze broers en zussen allemaal opgegroeid. Ja. Alles staat hier. Prachtig. Tafel, dan zat je altijd met een man of 15 te eten. Ja, ja. Want iedereen die door de barm was. Ik kwam hier tijd. Ja, juist. Ja, we allemaal altijd hier gewerkt. Ja. Ja. Kijk, zelfs een oude tv. Mooi hoor. Dus deze boerderij is in 1954 is hier omgebouwd geworden. En zoals je nu is. En voor de rest is er nooit al gebeurd. Moeder is hier, moeder heb hier altijd gewoond en geleefd. En, ja, en het kantoor is er gewoon omheen gebouwd. Ja, nieuwe kantoor. Eraan en erachter en eroverheen. En, ja. Loop gewoon hier in de oude zitkamer. Is toch mooi dat dit allemaal bewaard blijft? Want je moet er als je er nou over nadenkt, je moet er toch als je. Met hier, alle oude auto's. Aankwam, s'nachts om 3 uur. Dan kwam om 3:30 Arie. Over een half uurtje moet je eruit, hè? En dan 3:45 wakker worden, want even eten. Ja. En dan 4 uur rijden. Ja. Ja. Die was er altijd. Ja, is waar. Dan ben je naar de kroeg geweest. En dan is morgen heel verdrietig. Hier dat luikje optillen. Ja, de achterdeur. Sleutel pakken. En dan heel verdrietig. Ah, je gaat met je kleren aan in bed liggen, met je vader komt zo. Dat je moet melk rijden. Godver, joh. Ja, dat is alles wat we hadden. Prachtig. Ja. Oh hier, de verlichting aan. Moet eruit? Nee. Maar kijk dan, alles staat er gewoon nog, hè? Ik vind het wel mooi hoor. In 1971, 72 denk ik, dat we, toen is dit kantoor gekomen. Ja. Ja. Nou, zat mijn broer Bert, die zat hier. Dat was transport en zand en grind. En ik zat daar, dat was handel. Ja. Dan had je een hele dunne vinger, alleen van het draaien. Ja.
dat is zeer op een de later nog grat groter. Leef. Ja, de geldkissie. Dat is van het verteer. Ja, helemaal leeg. Ja. Vaders portemonnee, leeg. Oh, die ligt er ook nog? Ja, leeg hoor. Ja, leeg. Ja, oké. Okay. Nou, toen hebben we... We zitten nu even naast en we gaan nu even naar een restaurant. We gaan even lekker wat eten eerst. Moet hij wel door het grind, maar dat geef jij niet om, hè? Kom ik hier allemaal bekende tegen ook. Ja. Kijk, daar staat Gerrit, die ken ik van Italië. Is het toch een beetje donker geworden. We gaan nu het laatste stukje doen. Het laatste stukje ga ik weer rijden. Dus nog even genieten. Nou, dit is al het licht, jongens, wat we hebben. Vroeger had je een stuk minder licht als tegenwoordig. Een beetje het oldschool nog rijden, donker. Heeft er iets van 5,55 of zo. Enorme trucker ben jij. Ja, wel gekend, hè? Het is niet te filmen wat ik hier allemaal meemaak. Met die andere, met de nieuwe, daar zit het knopje natuurlijk aan deze kant. Ik zit continu met mijn duim. Ja, ja, ja. Film ik die nog even, hè, met het schakelen. Ja, dat is goed. Je hebt ook helemaal geen piepje met...
Ja, waarmee? Met piepje waarmee? Met je knipperlichten. Nee, nee, dat had je vroeger natuurlijk ook niet, hè? Ja, maar je hoort hem ook niet tikken. Nee. Als je met bijvoorbeeld mijn oude Scania rijdt, hoor je nog, dan hoor je zeg maar dat tikketje. Ja, dat klopt. Wat, dat hoor je zelfs bij die nieuwe XG Plus, hoor je nog tikken. Ja, dat zal. En bij dit hoor je niks. Zo, wat is dat? Hij is er nou uit. Ja, kom maar. Houden. Nou, ik hoop dat jullie het allemaal weer leuk vonden. Ik heb in ieder geval super genoten vandaag. Het was een fantastische dag. Ik hoop dat jullie het ook weer leuk vonden. En tot de volgende keer. Hoi hoi!